Yo, kijkers van Online Games, en welkom weer terug bij een gloednieuwe informatie om video. Goed nieuws, welkom weer terug. Ja, het is weer een behoorlijk tijdje geleden alweer een infovideo heb ik gedaan. Maar goed, welkom weer terug. Ja, gloednieuwe informatie om video. Ja, ik zal jullie even laten zien, ja, wat er is misschien wel wat veranderd. Er is niet veel veranderd, maar we moeten wel een beetje bijpraten. Zoals bij elke informatievideo. Goed, laten we gewoon lekker beginnen. Eens eventjes gaan kijken. Ja, goed. De opnameteam is niet veranderd. Maandag tot en met vrijdag blijft hetzelfde. GTA 5 blijft ook even. Minecraft blijft natuurlijk. Prison ook. Forza Motorsport 7 ook natuurlijk. Dat blijft gewoon hetzelfde zoals het staat. Dus dan hoeven we niet echt veel aan te kijken, denk ik. Nee, ik denk het niet. We hebben natuurlijk een Nederlands elftal. Het begint weer. Ja. 13 oktober. Wanneer is dat? Is het op een vrijdag? Nee, dat is op een zaterdag. Goed. Nou, dan moet het Nederlands elftal voor de Nations League. Nederland, je raadt wel, tegen de buurland Duitsland. Jawel. En die wordt online gezet op 11 oktober. En op 16 oktober is er weer een nieuwe wedstrijd. Je raadt het alweer. Nederland tegen de andere buurland van ons, namelijk België. België is ook zeer goed. Goed WK. Gaat Duitsland slecht WK. België goed WK. Die wordt op 16 oktober. Het is een oefenwedstrijd. Het is geen Nations League. Dat kan ook niet. Dan is het België. Nederland die wordt online gezet op 14 oktober. Dan weten jullie dat. 14 oktober dus. Dan. Natuurlijk. Van 15 tot 19 oktober zijn er geen opnames. Even een weekje geen opnames. Want ik kan niet even niet opnemen. Dus dan weet je van 15 tot 19 oktober. Geen opnames. Dan. De video's kunnen tijdverschillen zijn. Vanwege werk vanaf 8 oktober. Ja, waarom heb ik dat ingezet? Ik ga namelijk echt werken. Ik ga stoppen met school. En dan ga ik echt werken. En dan weet ik niet hoe laat dat ik altijd thuis ben. Hè. Kan het zijn dat ik bijvoorbeeld maandag om 5 uur thuis ben of zo. Bijvoorbeeld, kijk, dan kan ik niet die 16:30. Dus de tijdverschil, dat gaat echt vanaf 8 oktober. Gaat dat echt flink stuk veranderen. Denk wel echt wel een flink stuk. Want ik weet nog niet hoe, wat en wanneer. Dat moet ik zien. Dat is pas over. Niet volgende week maandag, maar de week daarna. Dus over 2 weken is dat eigenlijk al. Dus dan weten jullie dat. Dat die vanaf 8 oktober gaat dat in. Dus vanaf 8 oktober. De volgende info heb ik toch gewoon op 20 oktober. Het klinkt misschien laat. Ik wilde hem eigenlijk een week later plannen, maar ja, laten we hem gewoon lekker een week eerder dan. Kunnen we ook nadat er geen opnames kunnen weer bijpraten van hoe het allemaal en zo gaat. Want misschien wil ik een van die series stop gaan zetten. Ik denk dat GTA 5 of Prison Architect is. Moet ik nog een heel klein beetje gaan kijken. Maar dat komt gewoon helemaal goed, denk ik. Jawel. Op zich. 4 minuten pas bezig. Dan weten jullie dat. Kijk maar. Want de rest, dat is niet echt veel. Denk ik. Dit wordt natuurlijk wel op FIFA 19 gespeeld. Zo is natuurlijk, maar ik heb al FIFA 19 al. Sterker nog, ik had hem gisteren al. Toen hij uitkwam. Ja, ik denk, ik wil hem meteen hebben. Ik ben een echte FIFA fan. Zoals jullie dat natuurlijk wisten. En dan gaan we natuurlijk gewoon lekker op FIFA 19 doen. Hè? En dan, dat is natuurlijk hartstikke leuk en mooi. Moet ik nog wat vertellen? Ja. Ik hoop dat dit alles duidelijk is, dat jullie weer wat op de hoogte zijn. Van, ja.
De infovideo natuurlijk. Terfje, dat wisten jullie. Voor een infovideo op zaterdag 20 oktober. Ja, opnameschema. Is natuurlijk ook prima. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ah, dat blijft gewoon lekker hetzelfde. Daardoor is niks mis mee. Maar vanaf 8 oktober kan het dus veranderen. Ik bedoel, ze komen natuurlijk wel. De virus die komen wel. Maar, ja. De tijdje die wordt gewoon veranderd. Ik bedoel, kan bijvoorbeeld zijn dat er op dinsdag bijvoorbeeld 2 achter elkaar bijvoorbeeld komen. Dat kan, maar dat moet nog even gaan kijken. Maar dat komt helemaal goed. Ik hoop dat jullie, mij begrijpen, want ja, ik weet natuurlijk nog niet wanneer dat ik aan zo moet werken, dat weet ik nog niet, dat moet ik nog allemaal gaan krijgen, want ja, ik ga natuurlijk stoppen met school, dus nou, niet helemaal stoppen, maar ik ga niet meer naar school, moet ik het zomaar zeggen. Ja, dat is dan duidelijk voor iedereen. Ik denk dat dit prima informatie om virus. Jullie zijn natuurlijk weer lekker op de hoogte van wat er met mij de komende maand gaat gebeuren tot 20 oktober. Ik bedoel, morgen is het 1 oktober of niet? Oh nee, maandag is het 1 oktober. Ja, maandag 1 oktober. Ja, dan heb je dus nog 1 à 20 dagen. Hebben we hier erover. Dat komt helemaal goed. Ja, alles is zo goed. Ik ga het dan maar hier eens belaten. Hele korte video. Nou, normaal is dat altijd rond 7 minuten, toch? Ja, meestal wel. Maar ik kom dat ik niet meer zo gewend ben voor de infovideo's. Maar goed, jullie zijn weer op de hoogte. Ik zie jullie gewoon weer 20 oktober terug. Met gloednieuwe informatie over jullie. En ja, de komende week gaan we nog lekker daarmee. En de week daarop kan het zijn, de tijdstippen kunnen dus verschillend zijn. Dan weet je dat. Nederlands 11 tot 13 oktober, Nederland in Nederland-Duitsland. En die komt 11 oktober online. En dan 14 oktober is het België tegen Nederland. Alles duidelijk, ik ga het hier eens beleid, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot maandag weer met een gloednieuwe week. Met hele toffe aflevering en natuurlijk games. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot dan, jongens. Mazzel!